Welkom, welkom, welkom. Welkom. We hebben morgen echt een superleuke fotoshoot, zeg ik het zelf. Oh. I love it. Power woman. De body positivity, we willen eigenlijk gewoon een statement maken dat eigenlijk elke vrouw lijntjes kan dragen. Helemaal fully in het teddy. Dirty, dirty. Mike's a B-day. Nou, dat is dus heel grappig. Mike wilde het niet vieren. Als wij in het nieuwe huis zitten, komen we echt denk ik nooit meer het huis uit. Dat vrees ik ook. Nu ook zo'n mooie zachte kissable lips. En die smeer je in cirkelende bewegingen over je lippen. 60.000 subscribers! Oké. Okay. Welkom, welkom, welkom. Welkom. Oké, we wilden de vlog opnemen. Oh, daar kijken. Ja, we wilden de vlog opnemen op kantoor. Maar het stomme Sonos gaat niet uit, de muziek. En de baby's zijn nu slapen bij ons thuis. Om nu weer naar huis te gaan te wachten op de baby's als ze weer wakker worden. En we moeten weer borstvoeding geven. Dus nu is het even mamlife in de car life. Dus dagboekzetting vanuit de car. Vanuit de car. Ten eerste willen jullie onwijs bedanken voor de 60.000 subscribers. Omdat we de 60.000 subscribers hebben gehaald. En omdat we toch wel in deze thema van de vlog willen blijven. Ja. Gaan wij de bodies weggeven die wij aan hebben momenteel met de bijbehorende legging. Je kan kiezen wel uit tutti colori, want we hebben heel veel kleuren. En dan gaan we twee winnaars kiezen, ik één en Marie één, om deze heerlijke set naartoe te sturen. Ja, je moet onder onze vlog reageren en bij onze volgende vlog, dus over twee weken, gaan we de twee winnaressen bekendmaken. Dus ga laten weten waarvoor je moet winnen. Of het kan ook voor je moeder zijn, voor je zusje, je nichtje, je vriendinnetje, het mag allemaal. Dus reageer onder deze weekvlog. In deze vlog ga je Mike's birthday best zien. Zijn 30ste verjaardag. Dirty, dirty. Ook gaan we in deze week nog heel veel Livia Rocket weer voorbij komen, natuurlijk. Ook laten wij de nieuwste producten van Glam Glow aan jullie laten zien hoe wij dit gebruiken. En onze campagne shoot dat we hebben gepost op onze Instagram. Dus zijn jullie benieuwd? Blijf kijken en blijf abonneren. Fijners. Hallo. Ja. Hallo. Ja, hallo liefje. Hallo. Nou, Rocket praat ook even gezellig mee. Ik heb net mijn haar gedaan bij de ambiance. Ja. 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 Voor Mike's verjaardag. En zoals je kan zien, ben ik aan het inpakken. En kijken wat we morgen aan gaan doen. En aangezien we gaan overnachten. Ja. En overnachten. Moet ik ook allemaal dingetjes voor Rock meenemen. Luiers en noem maar op. Dus ik ben even druk aan het bedenken wat we allemaal nodig hebben. Laatste boodschapjes doen, heer Rocket. Laatste boodschapjes doen. Mwah. Laatste boodschapjes doen. En dan zijn we denk ik klaar voor morgen. Ik ga jullie even laten zien wat ik aan ga doen natuurlijk. Waar gaan we ze verjaardag vieren? Bij Jachthaven Kortenhoef. We gaan op een sloep met alle vrienden en familie. Allemaal coronaproof. En dan gaan we slapen bij Havenleek luxe villa's. Super mooi is. Dus ik ben echt mega benieuwd. En Joyce komt op de kleine Rocket passen. Als wij op de boot zitten, zal ik wel een kleine Rocket lied in de wind. En ben ik ook eventjes mama free. En deze kleine hemel, die gaat naar Marie toe, hè? Ja. Marie kan helaas namelijk niet mee, Romeo ook niet. Romeo heeft een baby met aan. En Livia die neemt even momenteel niet de fles. Dus die kan nog niet op de boot blijven. En we gaan ook niet van de boot af. Dus ja, dat is even de question. En ik ga jullie even laten zien wat ik aan ga doen. En wat ik tot nu toe heb ingepakt. Nee. Hallo. Ja. Hallo. Als Rob nu even geen aandacht krijgt, dan dat is zo'n nepheldje. Zie je? Hallo liefde. Hallo. Je bent gewoon heel moe. Ja. Oh. Ik ga je pakken. Ik neem de Reiners travelbag mee natuurlijk. Ik heb nu van Rock ingepakt. Een pyjamaatje, een doek, luiers, zwitseldoekjes, rompers. Oh. Ja. Mama gaat jou wel pakken. En ik heb de jaren jopjes, de hoodie in de droger gedaan. Dus je wat strakker. En je gaat nu je broek kapot maken. Ja. Ja, gaan we kijken. Het is geen rouwdag. Het is geen rouwdag. Je bent 30 geworden. Sommige mensen worden die leven niet eens. Je moet waarderen wat je allemaal hebt. Ik ben rouw, dus dan mag ik bepalen wat rouwdag is. Nee, niet mee eens. Dus Mike gaat nu zijn broek kapot maken. En hoe mooi zijn deze rozen van Dana Romee gekregen? Is niet normaal. Ga je het pakken? Papa is zijn broek aan het. Nou, dag. Kijk maar gaten in zijn broek. Lekker geluidje ook wel. Kijk, Rocket heeft mama's ogen. Nee, Rocket. Rock zit, Mike zit, Stinky zit. Ik rij naar mama nu. En ik kom zo weer terug. Mike's verjaardag slapen in Havenleek. En Joyce is aan het oppassen met Rock. En wij gaan lekker varen. Mike is, ik zeg wij, maar Mike is al een uur verderop. Hier, kijk. De birthday boy met een taart. We hebben een heerlijke dag uitgekozen. Familie en vrienden. Dus echt
top. Corona-tijd. Maar iedereen voelt zich fijn, netjes getest. Dus all corona-proof. De heerlijke sloep staat klaar. Allemaal eten. Lekker bij de jachthaven Kortenhoef. En al het eten van Dogs. And we cannot wait. Badjasjes. Heb ik met Mike zijn naam. Mike's birthday party. Hoe lekker ziet het eten eruit. Heerlijk. Zin aan. Oké, alles ligt helemaal klaar. Fantastisch. Heerlijke hapjes. Enig. Hoe heerlijk. Gaan we lekker aan boord? Leven lang, hoera, hoera. En leven lang, hoera, hoera. En leven lang, hoera, hoera. Dankjewel. My birthday party. Iedereen op de boot? Ja, iedereen op de boot. Heb je je schoenen nog? Heb je je schoenen nog? Noor, je kan ook een trappetje nemen. Dit is wel ergens een trappetje. Hij gooit er niet in, toch? Oh, jongens, kijk. Mike, Jos! Oké, voor Mike's verjaardag hebben we een huisje bij Heef Havenleek. Ik kan hier dus ook heerlijk gebruik maken van varen. Ik loop met Rock. En de andere familie woont in een ander huisje. Dus je kan ook leuk met familie alle huisjes huren. En ik ga het jullie even laten zien. Je komt dus binnen. Je hebt heerlijke ruime slaapkamers. Twee, dus je kan hier gezellig met z'n vieren slapen. Mike en ik hebben even onze troep al neergelegd. En dit is echt een super mooie badkamer, zoals je kan zien. En kijk even die douchegirls. En boys, als ik ook jongens heb die meekijken in de vlog. Kijk, het is heerlijk naar buiten. Het leuke is dus dat je een bad hebt. In ieder huisje, dus dat maakt niet uit. Nou, wc is hierachter, maar zelfs die zijn mooi. En dan heb ik het voor Mike's verjaardag laten versieren. Rook ligt te slapen. Oh, die wordt wakker. Ik ben er al, liefje. Ik ben er al, liefje. Hier. Ja. En ik heb het dus voor Mike's verjaardag laten versieren. Weer door Hip Hop Hooray heeft het gedaan, girls. En Mike is 30 geworden, zoals jullie kunnen zien. En hier gaan we straks heerlijk eten met z'n zesjes als familie, als gezin. En heerlijk terras en wat een weertje. Zo een mazzel met het weer. Dat is echt niet normaal. En ook voor Rock super lekker. Dat lekker een oppas, vandaar dat Rock niet zoveel bebeeld was. En nu ben ik weer bij je, liefde. Even Rock uitkleden en dan neem ik jullie mee in Mike's birthday bash. Sorry, ik krijg straks lekker een avonddiner van Dogs. Daar kan je ook gebruik van maken als je hier dus logeert. En je kan dus ook gebruik maken van de jachthaven Kortenhoef. Dan kan je lekker met de boot varen. Dat zou ik echt adviseren voor experience. Want het is super leuk. We hebben net gevaren. Dan gaan we nu lekker naar het huisje. En dan gaan we straks lekker eten. Super fijn. Ook met de kindjes en helemaal nu in deze coronatijd. Kan je toch nog eventjes eruit met z'n tweetjes of als gezin. Dus dat is super fijn dat het mogelijk is. Hallo. Ziet dat er heerlijk uit? Surf and turf. Surf and turf, wat heerlijk. Met sesam sojadipje. Heerlijk. Dank u wel. Eet smakelijk. Dat gaat helemaal lukken. Ook nog worden gesfeerd. Ja. Jawel, jawel, jawel. Het is net een echt restaurant. Ja, hè? Carpaccio, ja. Garnaal, entrecote. Heerlijk. Alsjeblieft. Aan het water. Het is gewoon vlees. Waarom sta je op de stoel, schat? Hij is jarig. Oh. En Rock staat hier. Voel je je jarig, lief? Liefde? Voel je je jarig? Ja, natuurlijk. Dus het eten door even Rock verschonen? Ja. Daar hebben we er weer echt een troep van gemaakt. Oh, oh, oh. Jij. Ik. Ja. Mike's B-Day. Mike's B-Day. Nou, dat is dus heel grappig. Mike wilde het niet vieren. Dus heb ik alle plannen gecanceld. En toen zei hij op een gegeven moment, 3 weken van tevoren, ik wil het toch wel vieren. Hij wilde niet vieren, ook vanwege corona. Ja, en omdat hij 30 werd en vond hij oud, bla bla bla. Nou, ik heb een heel goed initiatief gevonden om lekker buiten op een boot te varen. Wat wel is toegestaan. En iedereen heeft een sneltest gedaan. Dus iedereen was corona-proof. Ja. Dus en zo hebben we toch heerlijk in de buitenlucht kunnen vieren. Bij jachthaven Kortenhoef heb ik dat gedaan. En er was heerlijk eten van Dogs, hadden zij geregeld op bord, dus ik heb ook zelf helemaal niks hoeven te regelen. Je bent ook leuk gaan slapen met kleine Rocket en Mike en zijn familie. Wat ik dus niet wist is dat je daar op het terrein zit Haven Lake Village. Dat zijn allemaal leuke villatjes. Bij de jachthaven. Dus het is super leuk om daar te varen en dan uiteindelijk daar te eindigen en te eten en heerlijk te overnachten. En dat was ook Rock's allereerste keer dat hij niet thuis sliep en die heeft gewoon helemaal doorgeslapen. Dus het was echt alles gedaan, perfect. En waarvoor je mij en Romeo er niet bij zag, Livia,
neemt nog steeds niet de fles. Jules had een oppas, de kraanverzorgster bij Joyce. Bij haar huis voor Rocket, zodat Jules lekker kon varen. Ja. En ik wilde met jou ook wel mee, maar Livia kan gewoon niet aan de borst met muziek en al die mensen om zich heen. Dus ik kon helaas nog niet mee met Jim. En Romee was net bevallen, dus wij zijn er volgend jaar wel weer natuurlijk maar bij. Maar we hebben echt super mazzel gehad met het weer. Ja. Dat is niet normaal. Oh. Het was echt, we hebben tot 8 uur 's avonds nog buiten gegeten. En het was allemaal zo top geregeld dat we zeker nog een keer terug gaan. Ja. En ik laat jullie ook eigenlijk alles zien waar we overnachten en wat we hebben gegeten. En hoe gezellig het was. Ja, het lijkt echt alweer eeuwen geleden. Als je nu het weer ziet, nu zitten we in de auto, het regent weer keihard. En het regent keihard. Oh, hello everyone. Als jullie denken, waar ben jij? We zijn in de showroom en we hebben het helemaal opgeruimd, leeg. Aangezien wij een shoot gaan inplannen voor body positivity. We willen eigenlijk gewoon met Reinders een statement maken dat eigenlijk elke vrouw, ondanks religie of diversiteit of geloof of huidskleur, echt allemaal Reinders kan dragen. Dus we gaan met deze mooie bodies die ik aan heb een hele gave campagne shooten. Dus ik ga nu laten zien wie wij allemaal als modellen hebben hiervoor. We hebben hiervoor daarom alle rekken leeg gehaald. En dan gaan we hier eigenlijk met de hele groep staan om foto's te maken. En ook natuurlijk op de Reinersbank willen we leuke foto's samen maken. Die lamp blijft echt heel erg mooi. Dit is een beetje de inspiration wat we wilden. Dit is eigenlijk van Skims, van Kim Kardashian. Je ziet ook eigenlijk alle verschillende lichamen en curves, slank, huidskleur. Dat gaan we eigenlijk nu ook doen. En hier halen we een beetje dan inspiratie vandaan. Dat vind ik gaaf met de bodies. En een beetje met koppeltjes, maar ook met z'n allen. We gaan de backstage foto's heel erg goed maken met de make-up. Harley gaat hier natuurlijk weer verzorgen. En ik wilde ook even mijn outfit laten zien aan jullie. Ik draag de Reinders body met de Reinders pants. En ik heb even mijn schoenen uitgedaan, want ik ben de nieuwe sample aan het passen. En de meisjes van kantoor hebben wel helemaal goed voor ons opgehangen, voor alle modellen. Dus dat is wel echt heel fijn. We beginnen met de first model, Shanna Koerte. Superleuk. En we gaan iedereen hetzelfde kleden, dus dat is wel echt een heel gaaf concept. We gaan dan de Twin Shakes in de crème aandoen. De body met lange mouwen en korte mouwen. De Lila styles en de Harley styles. En de normale Intarsia styles met alle reine schoenen. Daarna is ons vriendinnetje Laura Ponticorvo ook ons modelletje. Superleuk. Zijn we heel erg blij mee dat ze dat voor ons wil doen. En dan gaan wij verder. Dan hebben wij Queenie. Die kan helaas niet meer. Queenie is echt al 5 jaar lang voor ons een standaard model. En ze heeft alleen net een nieuwe baan aangeboden gekregen deze dag. Dus wij zoeken nog een andere dark skin model. Maar het moet goed komen. Nou, ik denk, ik herken haar. Nou, dat ben ik. En Sjultje. Dan onze volgende model is onze curvy model Joanne Hendrik. Super blij mee. Dus er staat Reinders. Heeft ze al een paar shows voor ons gedaan. En dat staat er echt prachtig. En dan hebben wij hier Selma Omari. Super gaaf. Die gaat ook met ons shooten. En die heeft ook onder andere ook de Intarsia stijls aan. Dat zal ze ook echt heel erg mooi staan. Dan hebben we Deborah. Ook echt een super mooie powerwoman. Ook met mooie curves, mooi haar, mooie huid. Echt heel erg leuk. Dan net niet de laatste. Jade Anna. Super leuk. Die is ook altijd onze support geweest met Reinders. En die gaat het ook weer echt goed rocken op de shoot. Dan hebben wij ons modelletje Mandy Viegen. Die is echt ook al sinds het begin erbij en die is nu zwanger. Dus dan hebben we ook iemand met een zwanger buikje op de shoot. En last but not least, Shayna. Die heeft ons ook al sinds het begin gespoord. Echt al sinds 6 jaar geleden model voor ons. Dus dat is echt heel erg leuk dat we dit nu eigenlijk allemaal hebben. We zijn nog met 2 andere modellen bezig. Maar ja, als het niet lukt, dan lukt het niet. We gaan door Harley worden weer allemaal gemake-upt met het team. En proberen zo alles van mogelijk coronaproof te doen. Dus afstand omkleden. We hebben geen haarteam aanwezig. Aangezien dat anders echt veel te veel mensen werden op 1 ruimte. Maar we hebben mazzel dat onze kantoor zo groot is. Dat we echt wel goed gelukkig kunnen bewegen en shooten. Dus we gaan jullie meenemen deze vlog voor onze shoot. Echt een hele leuke campagne. Cooper gaat een heel mooi filmpje maken. Terone gaat de foto's maken. Dus het wordt echt heel gaaf. Zo. Ik heb jullie gisteren gefilmd dat ik op kantoor was. Ik ben leuk met Livia aan het wandelen. We wilden heel even laten zien hoe lief en mooi ze is. Hé, mijn mooie meisje. De outfit is van Cochonel in Rotterdam. Kijken of het beeld... Nou, net was het beeld heel slecht. Gelukkig nu weer goed. Ik ben echt alles aan het doen. Zo, hè? Ik ben er. Zo, wat een gedoe. Ik had het ingezoomd. Het licht was niet goed. Ik ben er. Gisteren had ik jullie gefilmd dat ik op kantoor was. Ik heb even een laatste voorbereiding gedaan met Robin samen om alle setjes op te hangen voor de modellen. En dat alles in orde is. Sjoe en ik hebben er super veel zin in. Het is nu is het vrijdag. Jij heeft heerlijk gekookt voor Daan en Romee en voor Bel. Ook een beetje, dat gaat natuurlijk Romee de buik. En daar gaan we straks heen. Rond 5 gaan we daarheen rijden. Dan zie ik gezellig Bel weer in Daan en Romee. Vanwege haar zware bevalling hebben we haar niet heel vaak nog gezien. Dus ik kan me echt op verheugen dat ik weer hun kan zien allemaal. Jam heeft sotasoep gemaakt en rotti. Want Romee had zin in soep en Daan in rotti. Dus Jam heeft heerlijk gekookt. Ik ben nu even lekker wandelen. Livia wilde nooit meer eigenlijk in haar eigen bedje slapen in de middag. Ik was alleen maar aan het wandelen. En eigenlijk heb ik met de consultatiebureau besproken. Ik heb haar 1 uur lang laten huilen. En voor alle moeders, dat is echt lang, 1 uur. En nu is het dus helemaal opgelost. Ze slaapt gewoon in haar eigen bedje.
bedje, 's nachts en in de middag. Ik ben zo gelukkig. En dit is eigenlijk gewoon een rondje, omdat ik het zelf even lekker vind op de lopen in plaats van dat het moet. Dit is voor alle beginnende mama's. Dit is even KUT, maar de eerste keer even laten huilen en nu is het gewoon helemaal perfect. En ik krijg heel veel vragen over dit setje. Dit komt in augustus online. Alleen niet in de kleur roze, maar wel in hele andere mooie gave kleuren. Ja, hoe gaat het met onze baby's? Nou, met Rock gaat alles heel goed, moet ik zeggen. Hij neemt de fles, hij slaapt goed. Hij wordt nu wel steeds meer een mannetje. Dus hij wordt steeds... Eigen karaktertje krijgt hij inmiddels. Hij wordt wat drukker. Maar hij is, als jullie deze vlog nu bekijken, dan is hij bijna 3 maanden. En Livia alweer bijna 6 maanden. Livia verweigert nog steeds de fles. Maar ik heb gisteren een Zoom-meeting gehad met een logopodist. Zegt dat goed? Ja, je moet wel een ander woordje. Pre-logopodie. Nou, ja, in ieder geval. Voor flesweigering. En wat ik heb gisteren laten zien. En ze zegt, oh, dat komt helemaal goed. Ze weet gewoon niet meer hoe het moet. Dus dat is top. Ja. Dus Jeremy en ik zijn aan het oefenen. We hebben weer onze hoop teruggevonden. En dan hoop ik binnenkort iets langer naar kantoor te kunnen. En dat ze gewoon weer de fles neemt. Wat doe je nou? Ik dacht opeens dat er een beschadiging op zat. Sorry. Oh. Dus verder is Livia echt de vrolijkste baby ever. Ze huilt eigenlijk nooit. Super ze zit lief. Ook al aan de hapjes en dat eet ze ook gewoon heel makkelijk. Dus verder is het gewoon een hele makkelijke mama baby. Mama Daily, hè? Ja, Mama Daily heb ik nu. Ze zijn eigenlijk vers al voor... Frozen. Ik zit net frozen in mijn hoofd. Het zijn allemaal vers bereide producten die ook gewoon koud naar je huis worden gebracht. En dat vindt Livia heerlijk. Vindt voornamelijk de bietjes. Vindt ze echt lekker. Ja, en Rock die moet over een maandje aan zijn eerste hapjes. Het gaat allemaal zo snel, bizar. Ik kan ons niet meer zwanger zien ook. Emotioneel ben nog, ja. Maar ik vind het wel juist leuk in elke vlog. Ik had ook een keer laatst zo'n eenmaal momentje dat je alle drie ziet dat we nog zwanger zijn met die buiken. Ja. En met baby Bel gaat het ook hartstikke goed. We zien Romeen niet zoveel omdat ze nog niet heel veel visite heeft. Het is zichzelf helemaal optimaal voelt. Ik moet echt nog even aansterken, maar Bel is bijna nu alweer een maandje. Als jullie deze week nog zien, het gaat echt al stukken beter met Romeen. Dus we gaan wel binnenkort weer vaker langs Romeen. En Bel, zoals kan Belletje. Je natuurlijk dan veel vaker in de vlogs weer voorbij zien komen. Maar nu nog even rust, maar goed. Ja, we gaan alle tijd inhalen samen. We lopen niet weg. Nee, nee. Het is zondag op kantoor, want wij gaan alles klaarzetten voor de fotoshoot. Hey, Marie. En ik zie er niet uit. Nee, ik zie er niet uit. Want I'm just a mess, you know. Oh, daar zijn we. We hebben morgen echt een superleuke fotoshoot, dat zeg ik zelf. Oh. We hadden het eigenlijk moeten filmen, maar hier... Tot net de marmeren tafel die ik en Jam even hebben weggedeeld. En het is dus echt puntje zwaar. Ik mag het woord niet meer gebruiken van mama, dus gebruik ik het niet. Het is helemaal leeg. Alvast hier. Oké, Marie en ik zijn nu at the office met Roan, Jam en Lilo. Even aan het testen hoe het licht is voor morgenochtend voor de shoot. Enig. Ik zal de make-up. Dat is een rare moment. Ja, eigenlijk sfeer een beetje naakt. Weet je, met deze. Marie heeft echt korter lok in. Ja, het droog me later. Nee, ik vind het heel leuk. Het is nog steeds zo lang. Ja, heerlijk, Mai. Net van Amsterdamse. Ja, je lijkt op het nooitje. Nou, zeg, hallo. Jij durft. Ik voel echt van Amsterdamse. Hallo. Ja, die ziet er wat goed uit met haar. Wel een leuke schaduw ook op de achtergrond, vind ik ja, wel leuk. Ja, dat vind ik dus ook cool, schaduw ja. Oké. Dit is your first work trip with mommy. Ik heb vandaag een shoot met Reinders. En aangezien Livia geen fles neemt, neem ik haar nu mee tijdens het shooten met Harley. Make-up bedoel ik. En dan wordt ze zo opgehaald door papa. Hè? Het is 7:15. Ja, je bent hartstikke vrolijk al. Dat is weer een voordeel. Het is 7:15. En het is wat lastiger, girls, om te vloggen en je baby klaar te maken, inclusief jezelf. Zoals je kan zien heb ik mijn haar laten knippen in laagjes voor vandaag, voor de shoot. Ik ga Livia inladen en dan ben ik er zo weer terug. Eerste keer als mam met Harley. Met Livia aan mijn schoot. Kijk. Nou, Harley is de full die... entertainment. Dus ja. Om geen zorgen te maken dat ze gaat huilen. Ja, we doen zo mooi. Ja, vind je het mooi? Vind je het mooi? Kijk dan. Dus we zijn ready voor vandaag. Als we helemaal naar die crush aan kijken. Ja. Kijk. Hoor je make-up artist? Ja, Livia komt ook. Ja, dat is Skytje, mijn team. Shoot day. En Marie zit daar met Livia op schoot. Ik ga stikken. Oh, wil je hem ophouden? Ja. Hey. Ja? Ik heb er al geknipt. Nog een keer. 1, 2, 3. Heel mooi. Hoe mooi is dit, jongens? Allemaal in een Antarctica-stijl. I love it. Power woman! Mooi. Heel goed. Jij zit altijd omhoog. Ik zeg maar...
mooi, meiden. Lieve, wil jij je benen kruisen één keer op elkaar? Ja, dat vind ik ook mooi. Kijk wat deze man doet. Ja, mooi. Laat je armen weer naar beneden afwijzen. Ja. The girls back. Mucha. All dolls lined up. Woohoo! Zin in. Mooi meiden. En toch probeer ik te lachen met jullie ogen op de een of andere manier. Ja. Smijzen. Ja. Ja, dat is goed. En Jules goed, maar die mag weg naar mij toe vragen. Oké, dit is mooi. Ja, mooi. Jaren, iets nog eruit komen? Ja, mooi meiden dit. En een beetje bewegen wil ik nu dat jullie doen. Ja, heel goed. Blijf maar bewegen. Ja, super. Ja, heel goed. Mooi. 1, 2, 3. Sorry. Oh. Reiners. Toen dachten we, hoe leuk zou het zijn? Want we krijgen best wel veel de vraag van hoe staat elk soort meisje, hoe staat het bij een XXS, of hoe staat het bij een L, hoe staat het bij een M, noem maar op. Dus toen dachten wij, nou hoe leuk. Dus we hebben dit binnen een week bedacht. Iedereen gecontact die we kenden. Heel veel mensen konden niet, want we hadden eerst ook iemand met tatoeages, een rood iemand, een blond iemand. Een... Nou, Asian, we hadden echt van alles. We hadden iedereen natuurlijk benaderd die we kenden, maar omdat het zo kort dag was en wij wilden het zo kort dag plannen, omdat alle winkels nu weer open zijn voor een extra boost in de winkels. Om ook de verkoop te stimuleren, ook voor onze winkels. Dus wij dachten, hoe leuk om een keer modellen te hebben die niet, dat wij niet zijn. Ja. Dus dan hebben we Shayna heeft maat XS, Deborah heeft maat M, Shanna zit tussen M en L. Joanne heeft normaal maat XL, maar die past heel makkelijk de L. Ja. Dus zo hebben we het helemaal leuk gecombineerd. En er zijn gelukkig ook heel veel positieve reacties. Wil ik wel nog even terugkomen op de alle negatieve reacties. Wij staan voor body positivity. Die werd niet goed ontvangen, omdat wij schijnbaar geen maat XXL hebben. Maar Reiners valt best wel ruim, zoals jullie zien.
hebben heel veel stretch. Dus we hebben wel de maat XL, maar dat kopen wij zelf in. Dus het is heel snel uitverkocht online. En we hebben nu dit al gelanceerd in januari. Dus meestal zijn de einde van het seizoen. Ja, maat XL en L snel op. Maar af en toe ook de S en af en toe ook de M en af en toe ook de XXS online. Maar we gaan er nog aan werken dat er een kopje komt met dat er zeg maar een XL tabelletje staat met uitverkocht. Ja. Nu was het ook heel onduidelijk. Maar het was voornamelijk ook de shoot diversiteit. Dat niet zozeer met body positief alleen de lichamen, maar ook juist de verschillende culturen. Ja, met en verschillende alles. Typjes. We hadden zwangere vrouwen, we hadden Marokkaanse vrouwen, Afrikaans, Surinaams, Nederlands, Italiaans. Dus wij proberen wel zoveel mogelijk het normale meisje van straat gewoon te kunnen bedienen. Dat ze ook gewoon zichzelf in kunnen vinden. Maar dit was zeker niet onze laatste shoot. Dus de volgende shoot zal er weer heel veel andere vrouwen heel komen. Veel andere vrouwen zijn. En dan zal er misschien weer niet iemand tussen zitten waar jij je weer mee kan herkennen. Maar we hebben in ieder geval ons best gedaan om het zo leuk mogelijk te houden. En ik hoop dat jullie het waarderen. Wij vonden het in ieder geval super leuk om te doen met al die vrouwen. En iedereen was eigenlijk over het algemeen heel erg positief. En voor maatadvies kan je ons altijd de embryo sturen. Want normaliter begrijp ik ook wel als je zegt dat L pas makkelijk een XL dat je niet gelooft. Maar het staat nog steeds hartstikke mooi. Kijk naar Joanne. Dat is eigenlijk ons goede voorbeeld dat het nog steeds prachtig staat. Ja, en Mandy die ook in de vlog die zwangere meisje heeft nog steeds maat S aan. Er zit zoveel rek in. 35 weken. Dus. Maar het verschilt natuurlijk ook of je het strak wilt dragen. En wat ik zeg, maat XL hadden we wel, alleen het is nu uitverkocht. Volgende seizoen, volgende winter hebben we gewoon weer de maat XL bij onze collectie. Dus. Alleen zou je misschien iets sneller bij moeten zijn, omdat het dus een maat is wat niet heel veel wordt ingekocht, maar dat wij wel willen aanbieden. Ja. En voor de rest hadden we Selma ingehuurd, Joanne, Jade, Shanna. Dat was echt een hele leuke dag. Harley deed de make-up. Met haar vaste team ook, met een paar meisjes. Ja, Sharon deed de fotografie en Cooper de film. Dus het filmpje gaan we nog posten. Hopelijk als deze vlog live is, hebben wij die gepost. En om het eigenlijk met jullie te delen, vond het leuk voor de winactie om ook die bodies en die outfits voor jullie te laten winnen. Want wij willen eigenlijk iedereen zich op zijn gemak voelt in onze bodies. En dat iedereen zich kan herkennen in een Reinders stijl. Ja. Dus alle tips zijn natuurlijk welkom en dat waarderen we ook. Maar we hadden echt XL en One Size artikelen. Dus we zijn er echt mee bezig. Het is al in ieder geval de stap naar de goede richting. We willen veel meer diversiteit hebben in de modewereld. En wij zijn al een stuk goed begonnen, vind ik. En dit hebben we altijd al gedaan. Sinds dag 1 modeshow hadden wij normale curves al in onze show. Ja. Dus dat is niet van tijd van nu. Dat hebben we al 5 jaar geleden. We blijven het eigenlijk supporten. En daarvoor hebben we natuurlijk ook gewoon Joanne. Want Joanne, die kennen wij nu ook al 4 jaar. Dat zijn we toevallig. Dus 4 jaar geleden deden we het ook al. Shayna, die was bij ons toen ze 15 was. Queenie zat er niet bij deze shoot, die kon niet. Maar die wilde ook nog meedoen. Dus in ieder geval, ga niet uit op 1 foto. Nee, dat is of 1 dag. Op de bedoeling was gewoon superleuk. Marie en ik waren vandaag echt vet mailen. Ja. Of zijn nog steeds mailen. We hebben echt ook echt het hele kantoor geterroriseerd. Voor een half uur. Ja. Die denken, ben blij dat ze weer weg zijn, die draken. Gaan wij een broodje halen? Oeh, dat kan misschien wel. Ga even jam appen of het nog steeds goed gaat met Livia. Livia love. En ik heb trouwens ook mijn haar geknipt. Ik heb er zoveel leuke reacties op gekregen. Ja, hè? Ik lijk vet ouder, vind ik. Ik lijk niet meer man. Nee, je hebt altijd je haar vast. Dus dan is het leuk dat het een keer wat anders is dan alleen maar die knot op je alleen maar die knot op mijn kop. Dat vind jij ook. Ja, dat vind ik ook echt leuk. En ik heb eigenlijk mijn kunsthaar in van Real Hair Online. Van die blonde plukjes. Omdat jullie verven dood gaat. Ja. Je haar gaat dood van de verven. Nou, in ieder geval bij mij is het dood gaan. Dus dat is leuk om lekker afwisselen. Oh, het wordt donker. Maar wil jij even mijn design bellen? Eventueel voor een broodje met kaas op wil? Ja, ik ga. Oh ja, ik kwam er dus achter dat ik nog nooit een foto met Jaime heb gemaakt. Maar die heb ik dus stiekem wel gemaakt laatst. Hij neemt het nooit op. Normaal belde wel. Ja, FaceTime niet. Nee. Dat probeer ik al niet meer. Ik weet natuurlijk niet dat ik het ben. Anders nam je zeker niet op. Maar ik heb wel van jouw telefoon. Mail van. Deze verbinding was niet goed hoor. Dus ik denk dat je nog 1 keer moet proberen. Nou, app hem maar gewoon. Oké. Okay. Zeg van, wil je een broodje van de kaas? Dat snap ik dat het moet appen. En voor de vraag, want dan krijg ik ook mijn bril van Balenciaga. Ja, ze vragen waar ik het heb gekocht, dat weet ik niet. Nou, ik heb het dus bij een goedkopere site gekocht. Sunny, nou iets, in ieder geval, daar was hij €400. 410. Op Farfetch was hij €500. Dus ik denk, nou, wees heel slim, ik bestel hem daar. Ik heb nog invoerrecht van €118 moeten betalen. Dus hij is uiteindelijk duurder. Dus gewoon Farfetch. Hij reageert niet, maar... Hij zou vast wel een broodje willen. Wie wil geen broodje van de kaas zoeken? Wat neem jij? Ja, ik denk echt toch een filet speciaal. Nee, dat heb ik geen zin in. Oh, daar heb je Jaim. Hi Jaim. Hey lief. Wil jij een broodje van de kaashoek? Ja. Filet ui, wit? Of bruin? Ja, oké, okay, gaan we meenemen. Dag Jaim. Hij krijgt mij er gewoon gratis bij. Ja, maar kan je op mij. Dat is, ik denk dat het wel voor heel veel tweelingen herkenbaar is. Ja. Ik krijg gewoon mij erbij. En Romee ook. Eigenlijk wel. Kijk, als iemand zou zeggen van mijn zussen, Romee maar die van ik vind je vriend niet leuk, dan ik weet niet of ik hem zou dumpen. Nou, het is niet leuk. Ik zou er wel naar luisteren. We zijn nu echt superleuk met de boys en de zussen. Ja, we hebben zoveel verschillende vriendjes. Niet normaal, maar het matcht wel echt superleuk. En daarvoor matcht het juist zo goed. Ik heb denk ik de gekste. Jij hebt de liefste. En liefste wil ik ook zeggen, maar Daan is heel zorgzaam. Nee, Daan wil alles perfect doen. Ja.
volgens het boekje. Jij me ook. Maar iets minder. Mike is gewoon de meest... Ja, jij en Mike zijn gewoon de meest... We sporen gewoon eigenlijk niet. Nee, dat wilde ik niet zeggen, maar goed. En ik en Jij zijn gewoon echt huismuisjes. Nee. Dat zijn we gewoon. Ik en Mike zouden liefst nu in LA zitten en noem maar op. En Romee en Daan zijn een beetje wel eigenlijk zoals mij en Jij wel een beetje. Ja, maar die houden er ook wel van om hier uit eten te gaan. Ja, twee. Wij zijn wel echt... Als wij in het nieuwe huis zitten, komen wij echt denk ik nooit meer het huis uit. Dat vrees ik ook. Daarvoor wilde ik zo graag in Zandvoort komen wonen. Nee. Jongens, de winkels zijn gewoon helemaal open zonder afspraak. Ik moet naar de Zara. Waarom? Ik had broeken voor Jim besteld. Allemaal te klein. Ja, het is wel heel klein. Dus alles is gewoon weer open. Je kan het niet meer terugsturen. Dus en het terrassen ook. Ja, echt heel bizar. Ik kan er gewoon niet aan wennen. Gaat deze auto weg, denk je? Daarvoor is een hele grote plek. Oh, ja. Huge, dat is perfect voor en daarna Mary. Ook. Dus misschien als die er niet nee, in gaat. Oh, mag het niet? Wat? Vanaf 28 verboden parkeren. Van 4 tot 7 uur. 4 tot 7. Door middel van het terrassen. Ik heb geen mondkap. Ja, maar het hoeft ook niet meer nu, ik heb toch? Het in mijn auto. Het hoeft natuurlijk al niet meer, een mondkap. Tuurlijk met een mondkap. Oké. Okay. Het is handig dat jij het in je auto hebt. Tuurlijk, voorbereiding is alles. Oh, ik zie dat de meisjes al naar binnen gaan, dus als we snel zijn. Ja. Doei. Oké, girls. Ik heb dus iets superleuks. Ik heb een nieuw pakketje ontvangen van Clay & Glow. Zij hebben een scrubs gelanceerd. Lip scrubs. Ze hadden al een scrub voor gezicht. Ze hebben de smaken Berry Tasty. Deze. Ze hebben de smaak Bubblegum Mint. Die heb ik dus al geprobeerd. En ze hebben de smaak strawberry. En het kwam eigenlijk als gelegen, want het is nu winter. En zoals je kan zien heb ik een beetje droge lippen. Ja, winter qua feeling. Mijn favorite is dus de bubblegum mint. En het ruikt zo lekker. Oh, en hij is dus roze. Rocket. Rocket, mama is iets aan het opnemen. Rocket vindt de lampjes heel leuk. En die... is heerlijk. En die heb ik dus al opgegeten soort van. Maar dat mocht gelukkig. Ik had pas daarna gelezen. Even kijken. Je moet je lippen een beetje vochtig maken. Dus ik pak even een washandje. Daarvoor gebruik ik de Clay & Glow washand. Die heb ik al best lang. Dus hij is een beetje grijzer van mij geworden. Oké. Ga maar even zitten bij mama dan. Hallo vriendje. Oké. Ik maak mijn lippen vochtig. En ik ga de Clay & Glow strawberry gebruiken. Oké, ik wacht even tot papa terug is. Want zo kunnen we die opnemen. Ben je ook de scrub soms? Oké. Rocket is naar Mike. Je maakt je lippen dus nat. Het is dus om het tegengaan van droge lippen. En ik heb nu droge lippen. Dus met dit weer is het perfect. Oh, kennen jullie die kauwgom? Echt die aardbeikauwgom van vroeger? Oké, je pakt dus een klein klontje. En die smeer je in... cirkel bewegingen. Je morst een beetje, maar niet uit. Over je lippen. En je mag het dus eten. Het is echt heerlijk. Dus in cirkelende bewegingen over je lippen. En je hoeft het dus niet op te eten. Je kan het ook eraf halen, maar geloof me, je wilt dit opeten. En dat doe je 5 minuutjes lang. Oké, dan is het wachten. 5 minuutjes en dan laat jullie het eindresultaat zien. Oké, zoals jullie misschien goed kunnen zien... is mijn huid nu veel gladder. En mijn lippen zijn niet meer schraal. En het is echt heerlijk. Mijn favorite is wel echt de bubblegum mint. Want ik hou gewoon echt van bubblegum. Maar ik heb de cherry nog niet uitgeprobeerd. Dus laat ik die ook nog eventjes ruiken. Die is paars. Lijkt ook gek genoeg een beetje naar lavendel. Die ga ik ook een beetje proeven. Oh, die is ook wel lekker. Deze vindt mijn moeder het lekkerst. Dat weet ik al zeker. Maar welke wij het allerlekkerst vinden, de bubblegum mint. En dit gebruik je dus eigenlijk als je gewoon de schrale lippen hebt. En heb je zeker in een tijd zoals nu, als het echt regenachtig weer is. En het gebruik je dan eigenlijk, ja, je moet natuurlijk niet elke dag gebruiken. Maar eigenlijk wanneer je voelt wanneer het een beetje weer schralig wordt. En ik moet zeggen, ik ben helemaal weer fan. Ik heb echt alle producten en ze hebben dus 3 smaken. Bubblegum mint, aardbei en cherry. En ik doe de link hieronder in de YouTube beschrijving. Dus shop Sheer Girls. En jullie ook zo'n mooie zachte kissable lips. Dan moet je zeker dit product aanschaffen. Ja, volgende week is het moederdag. Is het moederdag en Marie heeft een cadeau voor mij, Romee, wat ik nog niet weet. Stiekem wel, maar... Romee weet het echt niet. Romee weet het echt niet. Dus als je deze vlog kijkt, weet je dat ik wat voor heb. En onze verjaardag! En wij worden 26, onze eerste verjaardag als mama, onze eerste moederdag. Dus dat gaan we natuurlijk allemaal voor jullie filmen. Ja, we moeten nog kijken wat we aan gaan doen. Dat is wel even het puntje van nu. Ja, normaal gesproken hebben we dat altijd helemaal vooruit gepland. En ja, nu dus niet. En nu weet ik gewoon niet. Ja, jij hebt wel iets heel leuks met vlindervleugeltjes misschien. Ja, maar ik heb van Livia niet gevonden. Nog steeds niet. Nee. Oh. Dus we gaan nog iets bedenken. Dus dat ga je voornamelijk denk ik zien in deze week. En ik krijg de sleutels van mijn nieuwe huis.
En ook een kleine update over Stinky. Dat gaan jullie niet zien, want ik denk dat daar ook heel veel vragen over zijn. Ja. Daar wil ik verder ook niet over uit, want ik vind het zielig of zo om een hondje te filmen. Die helemaal zielig is. Ja. Maar Stinky heeft een operatie gehad, maar het gaat helemaal beter en helemaal goed. Dus jullie gaan hem... En het moest die operatie is voordat we daar haat over krijgen. Wat doe je hond aan? Het is eigenlijk allemaal voor zijn eigen gezondheid ja. geweest. Maar verder wil ik ook niet te veel over uit. En jullie zullen dus wel voorbij zien komen, misschien met een kaal kopje. Maar ik vind het gewoon niet leuk om hem te filmen. Nee. Kan je zeggen waarvoor film je baby wel, want die heeft ook geen inspraak, maar dat vind ik toch anders. En wat we vergeten zijn, we hebben ook in deze week vlog de Glen Glow producten. Ze hebben namelijk nieuwe lipscrubs. Oh, ik vind voornamelijk die bubblegum en ik heb gelezen, het is eatable. Nou, ik ben stiekem echt zo. Ik had het al opgegeten. Ja, het is echt. Ik ben die bubblegum. Jij die aardbei? Of vind je ik heb ze altijd gewoon. Maar ik vind die bubblegum wel ook echt allerlei. Echt heerlijk. Dus Jill gaat het voor jullie opdoen ook in deze week vlog. En we zijn sinds dag 1 al fan van Clean Glow. Dus dat is super fijn. En nu met de nieuwe lipscrub zijn we helemaal fan. We blijven ze ook gewoon sporten eigenlijk. En het linkje staat onderaan onze biografie. Dat jullie het ook kunnen uittesten. Oké. Love, lekkers.